Goedemorgen allemaal, het is tweede kerstdag. Joe. Vandaag ga ik met Nadine en Christy naar het Wonder Museum in Amsterdam. Heel erg leuk. Dat is dat fotomuseum waar je leuk Instagram foto's kan maken. En vanmiddag ga ik ook nog naar mijn familie toe en dan gaan we daar gezellig kerst vieren. Dus ik heb er heel veel zin in vandaag en we maken er een leuke dag van. Het weer is verschrikkelijk. Maar ja, wij zijn leuk, toch? Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Nou jongens, ik ben weer gezellig herenigd. Ik val over de mat. Met Nadine, Christy en Ryan. En we gaan naar dat museum. Oh, we worden gelijk aangereden van de kerstgedachte, zeg. Oh, dat kan helemaal niet. Ja, dan moet ik er bij jou erin. Wat een gezeik, zeg, met die krappe auto's hier. Dat is toch niet leuk? Laat ze allemaal mijn nieuwe lippenbalm proberen. Lekker die sticky, sticky, sticky. Met lijm. Lijm, hè? Een soort lijm lekker. Zijn we al geflietst? Wat een gezeik, zeg, weer. Ik ging al een beetje onderweg. Nou jongens, we zijn er bijna. Ah, oh, wat een geekrag, zeg. Oh, hey, die bochten allemaal. Nou jongens, we zijn binnen. Moet je kijken hoe leuk die beer, zeg. Te gek. Oh. Oké. Okay. We zijn hier leuke foto's aan het maken, maar... Iedereen komt er natuurlijk doorheen, dus het is een beetje awkward. Je moet naar achter kijken wat ze altijd doen, toch? Wie is goed? Ja. Leuk die muziek erbij. Hop, Chris, hop. Hop. Wauw, oh wauw. Kijk, ja, flaneer. Hoe is je moed, joh? Waar kom je helemaal naar? Eng, hè? Ja, ik kom overal onderdoor hier gewoon. Ach, Mickey Mouse. Dit is schattig, zeg, Mickey Mouse. Even een selfie met z'n allen hier. Zat er zo'n hele oksen heen. Wat echt. Ja. Throwbacks, guys. Hé? Waar? Hé. Hier van de kant. Je kan er helemaal invallen, lekker. Ik ben bang dat hier wel in zit. Yes! Nou, ik word er helemaal onpasselijk van. Ik ben helemaal zat. Stop maar. Hey, Chris, go. Ach, heel zier. Nee. Hoe hard viel je? Kijk, hè. Zo. Maar ik dacht dat het heel zacht was, maar het is best hard inderdaad. Volgens mij zit er een soort iets onder. Je wordt hier een soort van... Oh, wat eng. Wat... Auw. Ja, dit is heel schoon. Ja, het is, lijkt wel Michael Pilatschik. Ja, hè? Oh, dit weer, met die dingen. Heel op die koptelefoon, heel lekker muziek, hè? Maar wie zou dit zijn voor artiest? Hey, ik rat van Fortuin. Ik hoor een vogel. Oh. Techno Brave! Ja, we gaan hier wel met z'n allen op, toch? Ga maar, Jaap. Ben jij maar. Ben jij ook? Ik ga maar niet houden. Het is allemaal van die kindjes. Als ik erop ga, dan knalt dat ding door elkaar. Je kan.
Oh, nee, shit. Ja! Nee, maar... Even een petit lunch. Een petit lunch. Nou, het is gewoon echt een grote baguette. Lijkt me Frankrijk. Ach, zullen we naar Frankrijk gaan? Nu? Ja. Sorry hoor. Post hem dan. Post hem dan. Post hem. Nice to ding. Hier is de auto al, hè. Ja, dag. Dag. Ja, even in de auto lekker, jongens. Zo koud. We gaan nu rollerskaten. Huh? Let's go. Ah! Ja, jongens. De deuxième fois. Let's go. Oef. Ik wil dan tegen je hoofd aan. Dit heb ik nog nooit gedaan. Nou, dit belooft wat. We kunnen straks naar het ziekenhuis, hoor. Oh, shit. Oeh, wat eng dit, zeg. Ik ga lekker aan de bar staan. We spelen tikkertje, jongens. Ben jij een mol? Ik krijg helemaal error van die wielen. Even zitten. Oh, hij is hem, hè? Hoe? Die palen ook hier zo eng. Zwaasje in Aguar. Gevaarlijk wel. Ah. Wat een gezeik van met kaartjes. Ik moet het tegenhouden. Jongens, kijk even uit op de weg. Mijn plan. Druk even op de bluetooth. Dat zeg ik nog niet. Chris heeft allemaal koffie over haar hele stuur. Haar hele broek zit onder. Nadine wil alleen maar gekke bluetooth. En ik wil dat zij oplet op die auto's. Want anders botsen we. Wat een gezeik, zeg. Oh, omdat je deur opent. Jezus, wat eng. Wat was dat? Zo! Ik dacht dat het nog bij de gebots van achter. Die handrem die stond op. Je hoorde zo. Oh, en die auto achter ons, weet je. Maar best gevaar kan. Doe nou maar allemaal gewoon, hè? Gewoon naar voren kijken. Kunnen wij ooit kunnen zweven? Van de liefde kunnen leven. Aan iemand die er nooit alleen laat. Jou de toekomst, je moet ja. Voor altijd daar. Je hebt een vriend. Wie weet het nog? Kan een Sam reunie? La belle vie de ce bateau s'appelle A Bea tu jamais Na 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 Je sais qu'a fait l'été Le soleil avec toi La 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 Oh le sourire à part Allons les enfants! Yeah. Oh, 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 Christy Oh, so Got to move on and be who I. Why do you have to go? But at least for now, want you to stay. I gotta go my own way. Oh, jongens, zo leuk. Ik wil gewoon oliebollen bakken en appelbignet. Guys, hoe wat eng. Oh, dat is die lamp. Wacht, ja, ik had die leuk die hoed erop gezet. Luister, ik ben me nu even aan het klaarmaken. Heel veel gebeurt er nu. Voor de kerstviering bij de familie. En, ach, het is echt een zooi hier. Ik word helemaal gek. Maar goed, geen tijd. Dobbel 1 cadeau. Dobbel 2 cadeau. Aardappel. Oké, guys, alles zit hier in. Nintendo Switch en de cadeautjes. We gaan. Lieve mensen voor. Jezus Christus. Oké. Okay. Jezus Christus. Lieve JC, we zouden kunnen beginnen met de kerstman zat te denken wat hij jou weer zou schenken. Maar dat vind ik niet leuk. Nee, dat is absoluut van die cliché meuk. Dus laten we het cliché doen op een andere manier. Daarom zijn we tenslotte met z'n allen elk jaar weer hier. Laten we beginnen met een stukje over jou.
even uitlichten wat ik aan je waardeer en waar ik van hou. Je bent ontzettend goed in alles en wat je start, en je hebt ook nog eens een heel goed hart. Beetje verdrietig op tv omdat je je schuldig voelt. Daaruit blijkt gewoon al dat je alles zo ontzettend goed bedoelt. Jezus Christus, wat zit hier allemaal in? Jezus Christus zit er ook in. Ja, ik besef me dat ik heel lang zo moet zitten. Ja. Aangezien ik weet hoe het is ingepakt. Ach, jezus. Oké, okay. Nou er zit dit in. Allemaal cadeautjes in. Wat zijn dit dan, sokken? Nee, dat zijn oorwarmers. Ja, Patrick. Patrick de Zinkster. Ja, dat is goed. Wat zijn dat? Een dol? Ja, een dol. Een sjaal. Ik dacht, jongen, jij verdient een beetje warmte. Nou. Oh, shit. We doen het op. Ja. Leuk. Nee, de kast zei niet. Ja, maar die mag ik houden. Oh. Ah, dit is leuk. Jeetje, dik er nog een paar keer om. Stik ik gewoon. Ja. Ik zit er niet uit. Oh ja, dit wou ik. Leuk, een soort blender. Dus ja, daar kan ik dan mijn kwark ingooien en alles. Ja! Oh, en wat is dit? Oh, dus no- dit is een... Een meningbeker. Nou, dankjewel, Jess. Yeah. Ik heb vernomen dat jij afgelopen jaar heel hard hebt gewerkt. En dat moest beloond worden met een gevraagde beker van een tof merk. Er is alleen een probleempje. Die beker die voor jou was, ligt niet hier onder de boom, maar in een ander land. Misschien wel ergens in op een warm strand. De beker komt uit het buitenland en is flink vertraagd. Misschien moet je nog even een rondje toppers doen. Dan komt het volgend jaar met Sinterklaas wel in je schoen. Jongens, het is hartstikke gezellig hoor. We zitten allemaal met elkaar te kletsen en cadeaus uit te pakken en gedichten voor te lezen en eten. Waanzinnig. Het hoofdgerecht wordt nu lekker klaargelegd. Draai maar weer om, Jace. Oh. We gaan nu dobbelen, dames en heren. Kijk mijn cadeau. Nou, ga maar weer terug. Geen idee wat dit is. Links. Ja, die cadeaus over. Jimmy! Jezus! 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 Ik heb een klagebond! En ik heb chocolade! Lekker! Wat zou ik hebben? Een rekenmachine? Ja! Nou, iedereen helemaal blij! Ja, dat is goed! Maar dan wil ik wel... Lief allemaal, ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Het was een hartstikke leuke kerst. Het was waanzinnig. Morgen weer een nieuwe dag om 3 uur op Daily JC. Dag, tot morgen!